Dit zijn alle huizen van de succesvolste vlogger van Nederland. Onlangs liet Enzo Knol weten een penthouse in Assen te hebben gekocht. Maar dat is absoluut niet zijn enige huis. Enzo kocht zonder ook maar een beetje verstand te hebben van huizen meer dan 7 jaar geleden alweer zijn eerste appartement in Zeist. Voor maar liefst 430.000 euro. In die tijd had hij nog een relatie met D. En dus trokken ze met z'n tweetjes in het gloednieuwe appartement. Maar na 5 jaar was het toch echt tijd voor iets nieuws. Iets groters met een tuin waar hij allemaal gekkigheid kan uithalen voor zijn vlog. Hij kocht zijn droomvilla voor maar liefst 935.000 euro in Soesterberg. Die op een erg belangrijke locatie staat, namelijk bij zijn broer Milan in de straat. In de vlogs is te zien dat Enzo deze hele villa heeft verbouwd. Hij heeft het hele huis flink aangepakt en er staat nu zelfs een studio in zijn tuin. Ondertussen was Enzo met zijn huidige vriendin Miron op vakantie geweest naar het Gardameer. Hij werd verliefd op Italië en kocht 2 appartementen in een mega luxe resort aan het Gardameer. Het ene appartement kocht hij voor 350.000 euro. De prijs van de andere is niet bekend. Maar wat een enorme aankoop. En dan komen we aan bij de nieuwste aankoop van Enzo. Recent maakten Enzo en Miron bekend papa en mama te worden. Daar heeft zijn laatste aankoop alles mee te maken. Hij kocht namelijk een penthouse van 2 verdiepingen in de Groningse stad Assen. Een plek waar hij in zijn jeugd ook heeft gewoond en waar zijn familie nog steeds woont. Ook de ouders van Miron wonen in de buurt. Hij kocht het penthouse voor maar liefst 450.000 euro. En het heeft een enorme woonkamer, 3 slaapkamers en 2 badkamers. Dat betekent dat hij op dit moment 4 huizen bezit. In Soesterberg, Assen en 2 in Italië bij het Gardameer. Met een totale aankoopprijs van meer dan 1,7 miljoen euro. En dan hebben we nog niet eens de kosten van de verbouwingen meegenomen. Enzo verdubbelde namelijk bijna het woonoppervlakte van zijn villa in Soesterberg. Met een enorme aanbouw met kelder. Ook bouwde hij bij diezelfde villa een garage voor zijn Lamborghini Urus. En de Porsche van zijn vriendin Miron. Maar wij denken ook dat het penthouse in Assen hier en daar wat aanpassingen gaat krijgen. Dat zullen we allemaal te zien krijgen in de vlogs. Want Enzo lijkt nog lang niet te willen stoppen met vloggen. Voor iemand van 30 jaar heeft Enzo het financieel heel erg goed voor elkaar. Waar de meeste mensen een hypotheek afsluiten voor een woning, pakt Enzo het anders aan. Hij betaalt al zijn huizen in 1 keer af. Maar daar werkt hij dan ook hard voor. Elke dag, al meer dan 10 jaar lang, maakt hij een vlog. En daarnaast heeft hij verschillende ondernemingen die allemaal aan het merk Knolpower hangen. Wij wensen Enzo en Miron veel geluk met hun nieuwe woning. Vond je deze video nou interessant? Vergeet ons dan niet even te volgen.